Iets later dan veel Nederlanders, omarmt Gravin Eloise de Barbeheimer trend. Op Instagram deelt de 21-jarige dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien haar plannen om de films Barbie en Appenheimer achter elkaar te bekijken. Bij een foto van haar televisie met daarop Appenheimer schrijft ze, Barbie en Appenheimer achter elkaar zien. Daar gaan we. Nog 1,5 uur van Appenheimer over. Het Barbeheimer-fenomeen ontstond omdat de films Barbie en Appenheimer vrijwel gelijktijdig werden uitgebracht. Barbie draait om het iconische duo Barbie en Ken, terwijl Appenheimer het verhaal vertelt van Robert Appenheimer, de ontwikkelaar van de atoombom. Online werden memes gemaakt vanwege het opmerkelijke contrast tussen de twee films, en er werd zelfs gediscussieerd over de ideale kijkvolgorde.